Nou, dan ga ik denk maar eens van start. Welkom. Leuk dat jullie allemaal weer komen kijken. Vanavond ga ik een beetje stempelen. Met de nieuwe stempels uit de aprilcollectie. Ja, zeg ik dat. En we hebben vierkanten, we hebben rechthoeken en we hebben bloemetjes. Hele leuke. En dan heb ik al het een en ander voorbereid. Zodat jullie een beetje kunnen zien wat je er allemaal mee kunt. En dan wil ik daar even wat dingetjes uitproberen. Die ik zelf ook nog niet heb uitgeprobeerd. En ik ga nog een paar kaartjes ermee maken. Nou, als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Hè. Ik lees weer mee. En laat maar even weten. Sigrid is er ook weer. Die zal denk ik wel weer linkjes gaan delen voor mij. Dat is heel fijn. Dan weten jullie ook allemaal een beetje wat ik gebruik. Dus dan ga ik eerst maar even laten zien wat ik al een beetje heb voorbereid. Kijk, dit is een hele kleurrijke. Even kijken of ik een beetje in beeld zit. Ik kan me voorstellen dat er dames zijn die denken van oeh, wat veel kleur. Nou, dit heb ik met de vierkantjes gemaakt. Maar het is meer een beetje om me ideetjes te geven, hè, wat er allemaal mee kan. Kijk, en dan zitten die kleintjes. Even kijken, ik heb de drie kleinste gebruikt. Die zitten 2 aan 2. Kijk, en nou kun je ze, je zou ze eventueel wel los kunnen knippen. Maar je kunt ze ook wel heel goed afzonderlijk van elkaar stempelen, mocht je dat willen. Dan zou ik daar ook wel iets voor doen. Met de stempelhulp. Dus dit heb ik allemaal gedaan met de vierkantjes. Deze heb ik met die langwerpige, met de langste stempel gedaan. Gewoon naast elkaar gestempeld. En dan heb ik ze nog een beetje met water gespetterd, zodat je een beetje een leuk effect krijgt. Maar dan wil ik er eigenlijk nog even iets anders mee proberen. Dus dit zijn een beetje mijn proefblaadjes vanavond. En dan hebben we nog een hele mooie bloemenset. En dan heb ik dit kaartje meegemaakt. Even zoeken. Deze. Dus daar heb ik niet die rechthoek en die vierkant erbij gebruikt, maar alleen de bloemen. Heb ik met wit embossingpoeder op wit papier gestempeld en daarna geblend met 5 kleuren distress inkt. Even kijken hoor of ik al iets heb. Even kijken, nee, de linkjes die zijn vanuit Marianne Design, Cindy. En dan heb ik nog een beetje met water gespetterd, zodat je nog een klein beetje een... ja, dat er nog een heel klein beetje, dat het een beetje breekt. Dus dat heb ik met de bloemen gedaan. Dan heb ik deze gemaakt met deze rechthoek. In 4 verschillende kleuren. En dan heb ik de bloemetjes gebruikt uit de februari collectie, dacht ik. Volgens mij hoorden die bij de vaasjes. En dat is de CR1529. En die heb ik gewoon uit 1 kleur papier gestanst. En op zo'n baan geplakt. En dan een labeltje eraan met beterschap. Dan heb ik deze gemaakt. Dat is gewoon een heel simpel kaartje. Dan heb ik deze voor gebruikt. Deze stempel en zo'n bloem. Dus dit is natuurlijk super leuk als je een keer een serie kaartjes nodig hebt. Dan heb je dit zo gedaan. Want dat is gewoon een kleurtje uitkiezen en de bloem erop. En op een basiskaart. Dan kun je er eventueel nog een tekst bij stempelen. Dus dan heb je vrij snel een hele serie kaartjes klaar. Dan heb ik bij deze heb ik de... Ik ga het even zeggen. Zo. Bij dit kaartje. Voor de zomer vast een beetje met de slippertjes. Die zijn al wel wat ouder, maar ze zijn nog verkrijgbaar. Dan heb ik dit vierkant bij gebruikt. In frisse zomerkleurtjes. Nou, dit bloemetje dat komt uit een uit het plantensetje van vorige maand van Marleen. En die steentjes die zijn deze maand uitgekomen. En toevallig past het precies
bij de kleuren die ik had uitgezocht om te inken. Kijk, dat zijn deze steentjes. Die zijn ook nieuw. Maar ik weet niet of jullie dat zien op dit doen of zo. Kijk, hele vrolijke kleurtjes. En toevallig kwam dat precies goed uit. Dus dan kom ik jullie ook gelijk de steentjes laten zien. En dan heb ik hier een heel klein stempeltje gebruikt. Dat komt uit, even zoeken, uit deze set. En dit is de Mixed Media Stempel 1639. En dat is dit tekststempeltje. Dus je kunt er van alles en nog wel mee combineren. En dan heb ik nog een grapje, een woordgrapje. Die had mijn vriend bedacht, dus die heb ik vanmiddag nog even zitten maken. Nou, die panda die is van Eline. Dat is de EC0179. En de mandarijn, het is eigenlijk een sinaasappel, maar ik heb er een mandarijntje van gemaakt. Die komt uit het fruit van Marleen. En dat is de collectible 1469. Kijk, dus hij is ook gewoon heel leuk op een tag, die stempel. Dat is ook weer, wat heb ik daarvoor gebruikt? Deze. Dus dan heb ik hem hier een beetje in het midden gestempeld. En dan heb ik hierboven nog een stuk gestempeld en hieronder nog een stuk. Even kijken of ik al iets heb gemist hoor. Ik scroll heel eventjes terug. Ja, Cindy, ik heb eerst geëmbost en daarna pas geblend. Want als ik het andersom doe, dan ben ik altijd bang dat er embossingpoeder blijft hangen op de plekken waar ik het niet wil. Dus ik doe altijd eerst embossen en dan doe ik blenden. En dan doe ik nog wel altijd even met een keukenrolletje over de embossingpoeder. Oh, die had ik niet vastgezet, zie ik. Dat zal ik eens even doen. Zodat de inkt gaat er ook vanaf. Dus dan krijg je echt weer mooie witte afdrukken. Die moet ik nu even vastzetten, dat had ik nog niet gedaan. Dus dat is allemaal wat ik voor jullie heb voorbereid, zodat jullie een idee hebben. En dan heb ik nu ook nog een paar ideetjes. Dus daar zal ik zo mee aan de slag gaan. Zo, nou zit hij wel vast. Kijk, Sigrid is allemaal linkjes aan het delen, zie ik. Super fijn. Ja, Panda Rijn, die had mijn vriend verzonnen. Anja. Die is net zo flauw als ik. Nou, dan ga ik deze nog eventjes erbij pakken. Voordat ik aan de twee kaartjes begin. Want ik had bedacht of het misschien leuk is als je over die strepen nog gaat blenden. Ja, goed stel Yvonne, heel flauw soms. Kijk, dan leg ik hem even op een stukje sticky grip, dan verschuift hij niet. En dan pak ik een stenseltje met die, wat is dit? Noem het slimline stencil. En die leg ik er dan op. En dan heb ik hier witte inkt. En dan weet ik helemaal niet of dat gaat werken, want ik weet niet wat dat doet met Memento inkt. Maar dat merken we vanzelf. Of het een beetje iets wordt. Kijk, even kijken of het iets doet. Ik zal daar ook nog even het verschil laten zien als je stempelt op papier met een
structuur of met gladpapier. Als je gladpapier gebruikt, dan krijg je echt een egale afdruk. En als je bijvoorbeeld fluweelpapier gebruikt, ik heel vaak. Maar dan krijg je dus niet echt een hele mooie egale afdruk. Maar dat zal ik zo wel eventjes laten zien. Kijk, dit is natuurlijk ook leuk. En volgens mij gaat het op zich wel goed. Het is niet zo dat het iets met de inkt doet. Kijk, daar heb je dus een... patroontje op je gestempelde banen. Nou, ik vind het leuk. Zo wilde ik nog eventjes aan jullie laten zien. En ik zal ook nog eventjes, leg ik hem heel even aan de kant. Dan kan die drogen. Dan kan ik wel kijken of het goed droogt. Laat ik het gewoon even een tijdje liggen. Dan ga ik even mijn stencils gewoon poetsen. Die kan even eruit. Ik heb deze witte inkt, Astrid. Van Hero Use. Ik heb er verschillende, maar ik kan, als ik echt iets met witte inkt moet stempelen, dat lukt eigenlijk nooit. Witte inkt en ik worden geen vriendjes. Maar zo met dat, dat blenden, dat gaat wel met die inkt. Dus als ik echt iets, ja, als ik een witte tekst wil hebben of zo, dan doe ik het meestal gewoon met wit en bospoeder. Want dan weet ik zeker dat ik een mooie afdruk heb. Nou, dan maak die even droog. En schoon. Even kijken, wat wilde ik nog aan jullie laten zien? Oh ja, ook verschillende papiertjes, verschillende soorten papier stempelen. Nou, pak deze stempelhulp erbij. Van Marianne. Dan heb ik een stukje sticky grid ingeplakt. Dan heb ik de magneetjes niet nodig. Dus dan blijft mijn papier gewoon hier plakken. Even kijken, ik heb dus een stukje fluweelpapier. En wat ik ook gebruikt heb is Copic papier. Dat is echt gewoon mooi helder wit. Dat is ook heel glad. En ik heb nog een beetje glad papier gevonden waar het wit van af is. Even zoeken op mijn restje. Nou, zal ik het even met één kleurtje inkt laten zien. Kijk, rood zien jullie ook goed, denk ik. Doe ik heel even scrollen of ik al iets heb gemist. Nou, volgens mij nog niet. Kijk, dit is dus het Copic papier. Ik heb wel ontdekt dat ik de mementootjes het fijnste vind om ermee te stempelen. Ik heb ook oxide heb ik geprobeerd, distress oxide. Maar de mementootjes die vind ik het fijnst. Ja, dat is maar net wat je in huis hebt en wat je zelf het fijnste vindt. In één keer redt hij het toch niet helemaal, denk ik. Dus je moet altijd wel... twee keertjes doen. En als je het niet erg vindt dat de afdruk niet helemaal egaal is, dan is het natuurlijk ook helemaal prima. Dat is maar net wat je zelf het leukste vindt. Kijk, dan krijg je dus echt wel een hele mooie egale afdruk op het Copic papier. Ik heb net een nieuw blaadje sticky grid, dus die plakt nog heel goed. Dus zal ik hem even een stukje afknippen. Zo.
Dan kan ik dadelijk het verschil aan jullie laten zien. Nou, dan heb ik fluweelpapier. Dat gebruik ik het eigenlijk voor alles. Gebruik ik fluweelpapier. Dat is echt mijn favoriete papier. Maar dan zal ik even laten zien als je hem gaat afdrukken. Kijk dat hij een heel stuk minder egaal is als de eerste keer op dit papier. Kijk, en als je dat niet erg vindt, dan is het prima zo, hè? Dat kan. Ja, ik zou het nog een paar keer kunnen doen, maar... Kijk, dat is ook bij dat ene kaartje wat ik had gemaakt met die bloem. Kijk, daar is die ook niet helemaal egaal. Nou, stoort het me hier niet. Ik vind het op zich wel een leuk effect. Dan knip ik deze ook even uit. En dan kun je natuurlijk ook wel de achterkant nog gebruiken van het fluweelpapier. Want dat is wel gladder dan de voorkant. Het is niet helemaal glad, maar wel een stuk gladder dan de voorkant. Dan kunnen we dat nog een keer proberen. Kijk, en die pakt hij ook niet helemaal, maar wel al een stuk beter dan de structuurkant. En dan heb ik nog papier, ja, ik weet niet hoe ik eraan kom, maar dat lag ook nog ergens op de stapel. Dat is ook glad papier, maar dat is een beetje het wit eraf, een beetje crème kleurig. Kijk, en die pakt hij dan alweer beter dan de achterkant van het fluweelpapier. Dus zo kun je gewoon een beetje zelf kijken wat je het prettigste vindt, wat je het mooiste vindt. Maar ik wil het gewoon allemaal even aan jullie laten zien. En dan heb ik nog papier met een, ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien op beeld, een beetje dichterbij hangen, houden. Er zit een beetje een glansje op, een beetje parelmoerachtig. En hier heb ik volgens mij nog niet rechtstreeks op gestempeld, dus dat is voor mij ook even kijken hoe dat uitpakt. Volgens mij heb ik dit ooit een keer op een beurs gekocht, lang geleden toen we nog naar buiten mochten. Kijk, dan krijg je dus een hele andere kleur omdat het papier zo anders is. Maar het is ook wel een mooi effect. Even kijken. Ja, dat klopt, Anjo. Bij het, ik zal het, ja, kop ik papier, dan droogt het iets fletser op, ja.
Daarom wilde ik het ook op verschillende papiertjes laten zien. Dan kunnen jullie het verschil zien. Kijk, en op dat parelmoer karton krijg je dus een hele andere kleur. Ik zal ze even allemaal netjes in beeld leggen. Dan zal het op beeld ook wel een klein beetje vertekenen, denk ik. Maar ik denk dat je wel een heel klein beetje het verschil kunt zien. Dus dit is eigenlijk een beetje, ja, dat gaat eigenlijk meer een beetje naar het oranje toe. Nou, deze wordt dus een stuk fletser. En hier krijg je meer helemaal egaal. En deze wordt al beter als je op de achterkant stempelt. Dan is de structuur een stuk minder in je papier. Dus dat is misschien wel leuk om eventjes ook voor jezelf uit te proberen. Zo, die leg ik even aan de kant. En dan wou ik nog eventjes laten zien met die vierkantjes. Die aan elkaar zitten. Ik denk op zich dat je dat best wel netjes kunt doen zonder dat je ze los hoeft te knippen. Oké, nou, dan pakken we dan weer eventjes dat krijtpapier. Ja, dan kun je goed het verschil zien, hè? Wat de inkt doet. En ik denk als ik het nou met bijvoorbeeld oxide zou doen, dat je weer andere effecten zou krijgen. Kijk, dan ga ik dus proberen om die gewoon netjes per vierkantje te stempelen. Maar ik denk dat het op zich wel lukt, hoor. Als je ze in twee verschillende kleuren wil doen. Kijk, zeker met die kleine inktjes. Kun je wel heel netjes stempelen. Ja, dus dat gaat ook goed als je ze gewoon aan elkaar laat zitten. Nou, dan doen we de binnenkant doen we geel. Dat is voor mij wel weer iets lastig, want dan moet ik het met mijn rechterhand doen. Of ik draai dat ding even, dan kan ik het gewoon met mijn linkerhand doen. Dat is makkelijker. Ik kan niet zoveel met rechts. Even kijken hoor. Kijk, dan heb je ze toch netjes afzonderlijk van elkaar gestempeld. Dus dat gaat prima. Even kijken, nou, die heb ik nog nodig. Dus die kan ik hier laten liggen. Dan had ik twee ideetjes voor vanavond. Eén kaartje waar ik nooit zo goed in ben. Een sterktekaartje. Die vind ik altijd best lastig om te maken. Ik had al een beetje voorbereid. Nou, dan leg ik de letters eventjes uit vast. Want die K die moet een stukje naar beneden. Ja, het hoeft nog niet zo heel erg netjes te liggen. Het is maar dat ik ongeveer weet waar ik mijn stempel neer moet leggen. En dan pak ik weer de rechthoeken erbij. Dan doe ik deze even terug.
Kijk, als ik hem zo ongeveer neerleg, dan heb ik nog genoeg plaats voor letters. Leg die even apart. Die letters zijn trouwens het XL-alfabet. Collectible 1449 uit mijn hoofd. Oh, Sigrid heeft hem al. Nou, door dat stukje sticky grid kan ik mijn papier ook netjes uitlijnen. Dan heb ik daar weer twee kleurtjes Memento. Bamboo Leaves en Olive Grove. Dus dan begin ik met de lichte. Kijk, en dan zie je dat kussentje zie je er een beetje in. Maar dat vind ik op zich niet eens zo storend. Want dat lijken net blaadjes. Kijk, als ik nou daar nog een keer overheen stempel, dan zie ik misschien niet meer zo erg. Dus het is wel heel handig om met deze stempeltje stempelhulp te gebruiken. Mocht je dan in één keer geen mooie afdruk hebben, dan kun je het nog een keer opnieuw doen. Want als je dat zo op het oog moet doen, dan ja, mij lukt dat niet om een tweede afdruk precies goed terug te krijgen zonder stempelhulp. Nou, doe ik hem even één keertje en dan vind ik het goed. Hij hoeft ook niet helemaal perfect te zijn. Zijn er vragen ondertussen? Nu is het allemaal duidelijk wat ik aan het doen ben. Ik zal heel even scrollen, want ik ben helemaal niet aan het opletten eigenlijk. Oh ja, de letters die heeft Sigrid al gelinkt, het XL-alfabet. Die ene die je net had met de roze balk en die zwarte bloem, is daar al mooi voor. Oh, bedoel je voor sterkte, Astrid? Moet een beetje beter opletten. Nou, die is schoon, dus die kan terug. Hoop. Niet laten vallen. De sticky grid die kun je gewoon bij de hobbywinkels kopen, Anthony. En de letters die zijn 2 centimeter, de E en de K zo denk ik 3 centimeter. Oh, 3,5 ongeveer. Ja, tussen de 2 en de 3,5. Kijk, en nou hebben we dus die mooie bloemenstempel. En dan pak ik de donkere groene inkt. En er is trouwens nog een set bloemen, maar die heb ik niet, maar er zijn er 2 uitgekomen deze maand.
ook eentje met orchideeën, dacht ik, en kalla's volgens mij. Misschien kan Sigrid die ook wel eventjes linken. Er zijn er twee. Zo. Kijk, en dan heeft hij hier nog een klein knopje. Dus die kan dan mooi hier. Ja, daar is hij al. En er staan ook hele leuke voorbeelden in de collection. In het foldertje wat je bij je bestelling krijgt. Er staan ook mooie voorbeelden in met achtergrondstempels en de bloemenstempels. Zo, dan ruim ik deze weer even op. Dan kan de stempel weer even aan de kant. En dan ga ik de letters zo opplakken. Dan heb ik er al foamtape onder gedaan, 3D tape. Want dat is nou niet zo heel erg leuk om naar te gaan zitten kijken als ik onder zoveel letters 3D tape moet gaan zitten plakken. Nou, dan doe ik altijd een beetje zo op het oog. Even kijken hoor. Ja, de achtergrond is de bamboe leaves inderdaad. En de bloem is olive grove. Dat zijn twee hele mooie, passen heel mooi bij elkaar die kleurtjes. Nou, dan moet ik dus wel even die foam of die achterkantjes van die foam eraf gaan zitten prutsen. Dus als jullie nog iets te vertellen hebben ondertussen of iets te vragen. Kunnen we de tijd een beetje opvullen. Ik had ze natuurlijk ook wel met lijm op kunnen plakken. Maar ik vind het wel mooi als een klein beetje 3D effect krijgt. Dus vandaar dat ik nog niet. Nou, dan leg ik hem heel even op mijn. Een beetje recht op mijn matje zo. En dan doe ik het altijd een beetje met mijn, hoe zeg je dat, timmermans ook of zo. Zing een liedje, nou dat willen jullie niet hoor. Dat ik een liedje ga zingen. Even kijken hoor. Oh, ik kan die collection dadelijk wel eventjes even kijken hoor. Laten zien. Die kaarten die erin staan. Sowieso wel leuk om eventjes. Want het is een dubbele nu, hè? Een dubbel dikke omdat het de 100ste is. Dus er staan heel veel leuke voorbeeldjes in. Ook met de andere leuke thema's die er zijn. Natuurlijk een hele mooie serie met. Wetenschapsmallen en stempels en kookthema. Dus
zal hem zo even erbij pakken. Hij ligt hier op mijn bureau. Ook een heel leuk papierblok in regenboogkleurtjes. Even kijken hoor. Hoe kom je aan dat blad? Wil je deze mat, Yvonne? Die is van. Bedoel je het blad van de. Ja, volgens mij krijg je dat in de winkel erbij, dacht ik. Als je Marianne artikelen koopt of zo in de winkel, sturen ze mee of dan krijg je mee. Hoe is die al op, echt waar? De folder, ja, ik zal hem zo even erbij pakken. Eerst even die letters plakken. Dat ik niet scheef ga. Of je kunt het aangeven, inderdaad, zegt Astrid, dat je graag de folder erbij hebt. En alle kaartjes die in de collection staan, die staan ook op de website, hè, bij Marianne Design. Dus als je kijkt bij de producten, dan staan er ook altijd voorbeelden bij die in de collection komen te staan. Dus je zou ook altijd nog eventjes op de website kunnen kijken. Even kijken, dan maak ik eerst even dat kaartje af en dan zal ik dadelijk eventjes die folder laten zien. Kijk, dan heb ik hier een papiertje uit dit blokje. Waar is dat blokje? Het blokje van vorige maand. Ik ben aan het gooien van. Kijk, het springtime blokje. Super lief. Leuke kleurtjes weer. En dan heb ik de achterkant van deze heb ik gepakt. Die past het mooiste bij het stempelinkt. Nou, de basiskaart heb ik al klaar liggen. Dus deze kan opgeplakt worden. Een tape. Hier een tape. Even kijken hoor. Heerlijk hoe rustig je altijd blijft. Ik, Marjolein. Oh, nou wel lief zeg. Ja, dat kan ook, Marjolein, dat je uit twee kleuren doet inderdaad. Ja. En dan net een beetje over elkaar heen plakken, dat is ook mooi. En je zou ook nog, dat doe ik wel eens met van die... stans mallen met teksten, dat je ze gewoon drie keer uitstans en dan op elkaar plakt. Maar het is met die losse letters is dat wel veel werk. Maar er is nu bijvoorbeeld een malletje beterschap en dat is gewoon aan één stuk. Tenminste, je hebt de schaduwmal en je hebt de tekst. Nou, als je die tekst dan drie keer uitstans en op elkaar plakt, dan krijg je ook al een heel mooi effect. Nou, die tape die kan eraf.
Dan haal ik hem even een beetje naar me toe, dat ik goed dat ik hem netjes in het midden plak. En dan kan deze op de basiskaart. Dan heb je een hele, eigenlijk hele simpele kaart. Maar toch wel heel mooi. Ik ben altijd een beetje bang dat ik er te veel op plak bij dit soort kaarten. Dus daar zijn die stempels zo wel ideaal voor. Want dan heb je eigenlijk al een hele mooie achtergrond. Dan heb je niet zo heel veel meer nodig. Ja, het beterschapje dat linkt, zal ik eigenlijk wel, die ligt hier op mijn bureau, dus zal ik eigenlijk wel eventjes laten zien. Nou, fijn om te lezen dat jullie het gezellig vinden met mij. Soms denk ik wel eens, ben ik niet een beetje te stil, maar blijkbaar niet. Dus dat is fijn om te weten. Kijk, dan heb je een heel simpel, maar toch wel sprekend kaartje. Zo. En dan zal ik nou even die folder laten zien. En de wetenschap, moet ik even pakken hoor. Leg deze even aan de kant. Zo. Oh, ik zit niet goed. Ja, ja. Kijk, dit is dus de beterschapmal. Dus dan heb je zo'n schaduwrand. En je hebt de tekstmal. Kijk, als je die dan drie keer uitstanst en je plakt ze op elkaar, dan krijg je ook al een beetje meer effect. Want hier kun je natuurlijk niet echt foam tape onder doen. En dan het papierblokje wil ik even aan jullie laten zien. Maar dan moet ik ook eventjes eventjes los maken. Maar aan één kant vast. Ja. Ja, hier word je toch echt helemaal vrolijk van. Kijk, je hebt de wolkjes en je hebt confetti, sprinkels en je hebt stipjes en je hebt ruitjes. En je hebt andere ruitjes, strepen, nog meer ruitjes en nog meer ruitjes. En wat zo leuk is, is dat de achterkant van de vellen dus ook allemaal een kleurtje hebben. Dus je hebt allemaal matchend papier bij elkaar. Dat is echt wel heel fijn. Soms dan zit je zo te zoeken naar de juiste kleur, maar dat is met zo'n blokje dus opgelost. Kijk, en dit is dus de collection. Nou, die is heel leuk met die muisjes met het kookthema. Een hele, kun je het een beetje zien. Nou, hier heb je de hele beterschap lijn. Het is ook altijd weer leuk om dan oudere producten erbij te pakken. En hier zijn die stempelkaarten. Die zijn ook heel mooi. En dit zijn de stempels uit die andere set, die orchidee en die roos. Die zitten er bij mij dan niet bij. En je hebt natuurlijk ook nog al die andere oudere stempelsets, dus die kun je er allemaal bij gebruiken.
En dit zijn de kaarten die heb ik gemaakt met de aanbiedingspakketjes. Er zijn twee aanbiedingspakketjes, eentje in het Nederlands en eentje in het Engels. En daar mocht ik deze voorbeeldjes voor maken. Die had ik ook al gepost in de groep. Dus die hebben jullie misschien al wel voorbij zien komen. En hier heb je dan die steentjes hè, die ik net liet zien. Dus er staan echt superleuke ideetjes in. Maar ik had nog een ideetje met. Ik heb ook alweer een beetje voorbereid. Zo. Met de grootste vierkant wil ik daarvoor gebruiken. Dus dan pak ik weer mijn stempelhulp erbij. Even kijken hoor. Welk papier had je voor de... bedoel je die sterktekaart, Yvonne? Oh, Sigrid heeft denk ik al geantwoord. Ja, dat is die springtime blok. Zo. Nou, leg ik hem een beetje... Dat hij hier en hier ongeveer gelijk ligt. En dan pak ik eventjes mijn tekststempels erbij die ik daar heel graag gebruik. Dit wordt een babykaartje. Maar ik denk dat ik wel genoeg ruimte over heb. Dus dat kan wel zo. Even kijken hoor. Memento inkje. Weer. Er even onderuit leggen, dat is een beetje irritant. En dit is dus dat Copic papier wat ik nu gebruik. Dat andere was dat papier waar net het wit vanaf was. En dit is wel echt helemaal wit. En dan heb ik de, even kijken, die ben ik vergeten om op te zoeken. De kleine beestjes van Eline. Die zijn ook wel wat ouder. Maar die ben ik vergeten op te zoeken. Dus dat weten ze in ieder geval een collectible, maar ik weet even geen nummer. Misschien dat Sigrid het zo weet. Kijk, en dan wil ik hier het wiegje in het vierkantje zetten. Dus dat heb ik al uit kraftpapier gestanst. Dan heb ik hier het hemeltje van het wiegje. Met een stukje vellum eroverheen. Geeft dan net weer een beetje wat extra effect. En dan plak ik het vellum alleen... hierboven in het hoekje vast, want daar komt eigenlijk een hartje overheen, dus dan zie je die lijn niet zitten.
Ja, dat vellum dat geeft dan net iets meer, hè? Anders was het ook maar zo wit. Kijk, die komt dan hier. Je kunt er trouwens ook nog een kinderwagentje van maken. Er zitten ook wieltjes bij en een... hoe noem je dat? Zo'n ding om hem te duwen. Maar ik denk, ik maak er gewoon een wiegje van. Nou, dan hebben we hier een lieve schaapje. En die heb ik dan uit een iets lichter kleurtje kraft gestanst. Zodat je daar een beetje het verschil ziet tussen het schaapje en het wiegje. En dan heb ik de oogjes en het snoetje heb ik al uitgestanst met tape aan de achterkant. Dus die hoef ik dan niet met lijm te plakken, maar dat zijn dan meer een soort stickers. Even kijken, Yvonne zegt daar ging iets snel bij je voorbij. Wat bedoel je, Yvonne? Zo. Bedoel je buiten? Denk ik. Zo, en dan heb ik zo'n gelpen, witte gelpen. Dus dan maak ik een. Even kijken of dit een beetje doet. Dan zet ik hele kleine puntjes op de oogjes. Spreekt hij iets meer. Zo. En dan leg ik hem heel even apart. En dit trouwens ook, want ik wil eerst nog even tekst stempelen. Ja, ze bedoelt buiten, denk ik, hè? Ja, ik hoor het niet eens. Ik ben zo druk bezig. Kijk, dit is een set van vorig jaar, denk ik, of misschien al wel langer geleden. Maar die hoort dus ook bij die, stempelsets, denk ik. Nee, dit wordt bij de hand geschreven. Dat is ook zo, nou, allemaal van die verschillende sets met handgeschreven teksten. Even kijken hoor, waar is ze? Een dokter, ja. Ja, dan stempel ik gewoon met dezelfde kleur. Even kijken, die stans met stempels van de stokstaartjes. Zijn deze net zo groot als die familie stokstaartjes met de kerstmis op? Nou, volgens mij... Ja, bij mij doet hij het eigenlijk altijd Els. Dus ik heb hem gewoon in mijn pennenbakje. Ik heb hier zo'n houten bakje met allemaal troepjes. En daar ligt hij in. En als ik hem pak, dan doet hij het. Ik zal daar even kijken hoe die stokstaartjes... dat doe ik trouwens nou gelijk wel even. Wacht even hoor. Even zoeken. Daar zijn ze. Nou, dat scheelt toch wel iets, denk ik hoor. Kijk, en dit zijn de stempeltjes. En dan moet ik heel even zoeken naar de... Ik heb twee van die koffertjes met... even kijken waar mijn stokstaartjes in zitten. In de andere.
verzoeken. Deze natuurlijk helemaal onderop. Oh, hier zijn ze. Ja, er is toch wel een groot verschil, ja. Kijk. Even kijken hoor, waar ik mijn spulletjes laat. Een beetje een chaos. Ik zal even uit plastic halen. Ja, dat maakt denk ik niet zoveel uit, spiegelt het nog steeds. Kijk, dat scheelt toch wel een heel stuk. Kun je het zo goed zien, Yvonne? Ja, dit zijn magneetvellen en die horen dan bij de, die horen bij dat koffertje. En die mapjes, deze mapjes bedoel jij denk ik, Anjo, die haal ik bij de boekhandel. Even kijken, Yvonne, je hebt het gezien, hè? Ja. Oké. Nou, dan ruim ik dit straks wel even. Lekker, dan ga ik weer even verder met het kaartje, zo. Dan was ik hier. Oh, die kiekeboe die had ik al op zitten, denk ik. Ja. Ik heb er volgens mij wel een stuk of, nou, 1, 2. Ik denk dat we wel een stuk of 10 in kunnen, hoor. Ik weet niet hoeveel ik er nou in heb. Ik heb het nu verdeeld over 2 koffertjes. Ja, hoeveel heb ik erin zitten? Dat weet ik eigenlijk niet. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dan een stuk of 7, 8. Maar dan zou ik nog wel iets bij kunnen. Dus. Nou, ik stempel gewoon in 1 kleur. Kijk, en hier wil ik wel echt een hele mooie, duidelijke afdruk. Dus die doe ik al een paar keer. Zo. En dan wordt hij ook vanzelf een beetje duidelijker. Even kijken, nou dan doe ik die een dochter, doe ik het zo, vind ik leuk. Klein beetje iets verder van de stempel af. Die kunnen wel allebei tegelijk. Kijk, dat is zo fijn aan het stempelhulpje. Als het dus niet helemaal in één keer gelijk mooi afdrukt. Dan doe je het gewoon nog een keertje opnieuw. Zonder dat de boel verschuift. Zo. Mijn naald. Nou, dan kan het wiegje kan en het schaapje kunnen op de kaart. Even een beetje kijken hoe het mooi uitkomt. Nou, mag ik iets naar beneden. Zo, dat doe ik gewoon met tape. En de pootjes doe ik wel met een beetje lijm. Want ik wil wel dat ze een beetje vastzitten. Maar zo dun
tape heb ik nu. Die moet ook even aan de kant. Zo. Plak ik achter het schaapje plak ik een stukje 3D tape. Als ik die nog ergens kan vinden in de chaos. Ja. Even kijken, zijn er geen vragen ondertussen of zijn de opmerkingen vastgelopen? Of zitten jullie gewoon te kijken? Het is zo stil ineens. Kijk, die komt dan voorbij dat hemeltje gepiept met zijn hoofdje. Gewoon aan het kijken, lees ik. Nou, gelukkig. Nou, kan het schaapje kan vast. En dan heb ik hier nog een hartje, dat plak ik hierboven. En dan kan wel gewoon mijn lijn. Nee, dat was de deur, Astrid. Die wordt hier altijd nogal hard dichtgeknald. Dus ik zeg ongeveer 100 keer per dag zachtjes met de deur. Maar ja, dat werkt dus niet, hè? Dat horen jullie wel. Kijk, dan zetten we hartje zetten we op het hemeltje. Nou, dat is toch te cute. Nou, is het misschien ook leuk om even kijken of ik die al had opgeruimd. Hier zitten nog hartjesstempels in dat summer setje. Misschien nog leuk om wat hartjes te stempelen. Maar dat doe ik dan wel gewoon even uit de hand. Gewoon hier en daar zo. Kijk, dat was dus weer de deur. Ik zal het eventjes vast zeggen. En ik zal ook even doorgeven aan omdat jullie er last van hebben gehad. Misschien helpt dat.
Kijk, dan stempel ik gewoon hier en daar nog een hartje. Even kijken, volgens mij heb ik ook nog een maatje kleiner. Ja, deze. Ja, jullie horen alles, Josette. Ik merk het, ja. Kijk, dan is het net wat meer... Ik zal het zo even van dichtbij laten zien, want ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het is zo licht. Zo. Dan maak ik hem eerst eventjes af en dan zal ik hem daar ook even van dichtbij laten zien. Nou, eerst even mijn stempeltjes terugplakken, anders dan... Ben ze daar kwijt. Inkt dicht. Dit weer aan de kant. En dan had ik ook al een achtergrondje uitgesneden. Zo, de kant achter. En dan doe ik hem op een stukje kraftpapier. Want dan komt de kracht komt nog een beetje terug. En nog een zwietje, is dit groot genoeg? Ja. Hier is mijn... Ja, ik ga het zo even van dichtbij laten zien, Josette. Ja, Anne, ik heb een doek van 1,3. En die kun je ook gewoon in de wasmachine doen. Dus, en Marianne die zijn heeft al een setje om stempels schoon te maken. Maar als je wel heel veel aan het stempelen bent, is zo'n doek eigenlijk dan net iets handiger. Mijn tape. Waar is mijn tape? Leven. Nou, die is helemaal verdwenen, zie ik. Even kijken. Het is maar goed dat jullie alleen het bordje zien, want het is een beetje puinhoop hier. Oh, hier ligt hij gewoon voor mijn neus. Dat is de kat, horen jullie die ook? Nou, ik zal straks wel even een foto posten van hoe het eruit ziet als ik klaar ben, goed? Dan gaan jullie gelijk allemaal uit de droom geholpen dat ik heel netjes werk. Want... Dan moet ik even kijken of ik het goed doe.
zoiets denk ik. Nou, nog een stukje af. Ik kan het niet zo goed zien. Even kijken hoor. Zo denk ik. Ja, zo is het netjes. Nou, dan kan deze kan op de basiskaart. En dan zal ik hem, als hij helemaal klaar is, eventjes van dichtbij laten zien. Dan kunnen jullie ook de... Even kijken, Josette, wat bedoel je dan nog wat van de onderste rand? Ja, Yvonne, de snijapparaat heb ik al heel lang. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Dus ik zie ook allemaal wel van die mooie andere snijapparaten. Maar ja, ik denk als hij het nog goed doet, dan is het eigenlijk zonde om hem af te danken. Nou, dan kan deze kan hier netjes op. En dan ga ik op het hartje en op het neusje ga ik nog een beetje. Glittertjes doen. En nog een beetje glossy accents. Ja, die snijbal, dat weet ik niet of Sigrid die toevallig al had gevonden, want die ben ik dus vergeten op te zoeken. Maar dat zijn van die kleine beestjes van Eline. Een konijntje en een schaapje en een poesje kun je er ook van maken. Ik zit even terug te scrollen, want ik was vergeten om hem op te zoeken. Maar het is in ieder geval een collectible. En dat wiegje, dat zit er ook bij. Maar anders ga ik daar nog wel eventjes op zoeken en dan zet ik er nog wel eventjes erbij in de reacties. Het komt goed, Els. Ik zal zorgen dat het nog... Of misschien weet Sigrid het inmiddels. Oh, hij staat er al tussen, zegt Sigrid. Ja. Even kijken. Ja, hij is niet... soms komt er een hele grote klodder in één keer uit. Dus dan moet ik altijd een beetje uitkijken. Oh, ik weet eigenlijk niet eens hoe laat het is. Hoe laat is het? Oh, 10:30 bijna. Oh, dat maakt toch niet uit. Als jullie het niet vervelend vinden, ik ook niet, dan is het goed, toch? Kijk, dan geeft het net een beetje meer... Zo? Ja. En dan ga ik hem ook eventjes van dichtbij laten zien. Ja, daar is die weer, de baby's. Kunnen jullie het zo goed zien? Ik zit even mee te kijken, maar... Volgens mij wel, hè? Ja, die hartjes die kun je bijna niet zien, die zijn zo licht. Ja, is toch lief zo, hè? Meer hoeft er ook eigenlijk niet op. Dus dit wilde ik jullie vanavond laten zien met
Oh ja, dan zet ik nog eventjes een proefje. Dit, nou ja, dat is dus gewoon mooi opgedroogd. Dat doet niks meer. Dus dat kun je gerust doen. Die inkt over de Memento inkt. Dat gaat goed. En dan zal ik nog even alle voorbeeldjes in beeld leggen. Als ik erbij kan. Dan moet ik deze even daar bovenop leggen, anders dan zit ik die glossy accents te verprutsen. Dus we hebben slippers en we hebben sterkte en we hebben een blanco en we hebben nog een blanco. En we hebben een wetenschap en we hebben een panderijn. En we hebben een babykaartje. Zijn er nog vragen? Heb ik iets gemist? Was het allemaal duidelijk? Nou, dan zal ik daar nog even een foto posten van mijn bureau. Dan hebben jullie een indruk hoe het er dan uitziet als ik klaar ben. En dan zeggen jullie nooit meer dat ik netjes werk. Oh ja, ik ben het trouwens weer 28 april. Over 2 weekjes ben ik weer. Gewoon op woensdag om 8 uur. Dus als jullie weer zin hebben om mee te kijken, dan zijn jullie weer van harte welkom. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar... Nou, volgens mij zie ik geen vragen meer, hè? Dan ga ik afsluiten. Dan bedank ik jullie heel hartelijk voor het kijken. Het was weer heel gezellig. En dan zie ik jullie heel graag 28 april weer.